dat die air moet meer gepromoot worden. Recentelijk waren we in DNA, dag het was 10 december. En uit die verschillende speech is komen vast te staan dat het werk dat wij doen in onze districten, laten we zeggen, niet als zodanig erkend wordt. We zien dat er activiteiten ontplooid worden in ons district zonder dat wij er weet van hebben. En dat is iets dat wij tot het verleden moeten laten behoren. Vanaf vandaag, we moeten onze plaats opeisen. Het districtbestuur daarover is al gepraat geworden. En je ziet het, als die zaken niet in orde zijn, niet in place zijn, dan is het aan, laten we zeggen, de DC heeft dan vrije ruimte om alleen te kunnen bepalen wat er in het district gebeurt. En ik ben ervan overtuigd dat er na vandaag, dat wij daadwerkelijk onze positie innemen en dat ook verdedigen. Verder, ten aanzien van de districtsraden, landelijk zien we dat de huisvesting nog niet is wat het wezen moet. Ik had meneer Zedog gezegd dat ik jaloers ben op zijn district toen we hier waren in dit gebouw waar de DR vergaderen. En ik zeg, ik ben jaloers op u omdat uw situatie is veel beter dan overige districtsraden waar ze hun vergadering beleggen. En eigenlijk dat moet het zijn.